Java Enterprise versus Spring. Ik heb begrepen dat jullie op de hoogte zijn van de Java Enterprise stack. Dat jullie in principe de meeste ins en outs weten. Dan weten jullie ook dat dit een hele krachtige manier is om Java Enterprise applicaties mee te bouwen. Dat is niet altijd zo geweest. Inmiddels is het 2014, laten we zeggen pakweg 10 jaar geleden, hadden wij het als Java-ontwikkelaar een stuk lastiger. En daarom ook de subtitel, What We Learned From Open Source. Open source is heel erg populair in de Java-wereld. En een van de redenen waarom het zo populair is, is omdat wat wij vanuit Sun kregen op Java Enterprise gebied niet voldoende was om op een fatsoenlijke manier Java Enterprise applicaties te bouwen. Waar gaan we het over hebben? Nou, een stukje inleiding. Wat zijn Java Enterprise applicaties? Wat zijn de kenmerken daarvan? Een stukje achtergrond. Hoe heeft Java Enterprise zich ontwikkeld? Wat is de rol daarvan van Spring geweest? Aantal vergelijkingen. Hoe los je iets op in Java Enterprise of hoe los je het op in Spring? En tot slot de conclusie. Als Java Enterprise zo goed is, wat moeten we dan met Spring? En waarom leeft het nog steeds? Java Enterprise applicaties. De meeste Java applicaties die wij bouwen zijn server applicaties. Java is niet heel erg krachtig op de desktop. Inmiddels natuurlijk wel met Android wat meer aanwezig op mobiel. Maar de echte Java applicaties draaien in principe op de server. En dan hebben we het dus over webapplicaties of applicaties die batchverwerkingen doen. Of applicaties die berichten naar elkaar versturen of integratie doen met andere applicaties. En je kunt je voorstellen dat er heel veel functionaliteiten zijn die voor alle applicaties hetzelfde zijn. Nou, een hele simpele is, je moet HTTP-requests kunnen afvangen. Nou, wij gaan niet elke keer als we een applicatie gaan bouwen opnieuw verzinnen hoe we een HTTP-request gaan afhandelen. Maar er zijn veel meer van dit soort dingen. Database toegang, e-mail, security, transacties. Allemaal requirements die gedeeld worden door allerlei verschillende applicaties. En die je niet zelf elke keer opnieuw hoeft te bouwen. Hoe maken we dan hiervan gebruik? Als het goed is, weten jullie dat wij gebruik maken van applicatieservers. Ik heb net in de pauze al Glassfish gehoord. Nou, Glassfish heeft implementaties voor allerlei functionaliteiten die je in meerdere applicaties gebruikt. Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld JBoss, Tomcat, Jetty. Maar ook bijvoorbeeld Apache doet al iets. Voor Java niet specifiek, maar als we het hebben over webrequest, dan kan Apache ook al een deel voor jou doen. Of bijvoorbeeld voor PHP. Dus applicatieservers bevatten heel veel functionaliteit. Dit is ook niet altijd zo geweest. Een andere optie is om gebruik te maken van libraries die je meeneemt in je applicatie. En meestal zijn dit in het geval van Java open source libraries. En dit is waar Spring onder valt. Spring Framework is een grote open source library die je kan meepackagen in je WAR of je ear-file om jou extra functionaliteit te geven. Die packaging doe je dus door middel van dependencies op te nemen in je WAR-file. Hoe ziet het daar contextueel uit? Je hebt natuurlijk je operating system. Boven je operating system draait je applicatieserver. En boven de applicatieserver draait je applicatie. Nou, heel simpel plaatje. Maar goed, om even de context in je achterhoofd te houden. Omdat we het ook gaan hebben over de verschillen van waar zit functionaliteit nou geïmplementeerd. Zit het in je applicatie? Of zit het in je applicatieserver? En wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen? Zo'n applicatieserver zou je ook een container kunnen noemen. Daar heb je verschillende smaken van, bijvoorbeeld een webcontainer of een volledige applicatiecontainer. Binnen Java Enterprise heb je inmiddels verschillende profielen die een set van functionaliteiten bevatten. Nou, een webprofile is heel erg te vergelijken met een webcontainer, zoals bijvoorbeeld Tomcat. En een fullprofile is heel erg te vergelijken met een volledige applicatieserver, zoals bijvoorbeeld Glassfish of Wildfly of JBoss. En de verschillen zitten er onder andere in. Het is niet heel erg belangrijk om het uit je hoofd te weten, maar het is wel handig om een beetje het verschil aan te geven. JAX-VS voor webservices, volledige Enterprise Java dienstondersteuning, JMS om berichten op Q te kunnen lezen, Java Mail om heel eenvoudig e-mail te kunnen versturen, JAS voor security, JAX-B, XML en de laatste is heeft te maken met integratiecomponent. Dus er zijn verschillen tussen applicatieservers. Je hebt applicatieservers die een klein beetje voor je doen. En je hebt applicatieservers die heel veel werk voor jou uit handen nemen. Even kijken naar historie. Dat is makkelijk om erbij te gaan staan. Nou, wij zitten nu in 2014. Dus voorbij het plaatje. Vorig jaar is Java Enterprise 7 gereleased.
In 98 zijn ze ooit bij Sun begonnen van we moeten een standaard gaan opbouwen die het mogelijk maakt om Java Server applicaties te bouwen op een eenduidige manier. Vervolgens een jaar later in 99 zijn ze met servlet specificaties gekomen. Nou, een servlet is iets wat je HTTP methodes afhandelt, dus je cats en je posts. Er is al een vorm van EEB gekomen en een JSP, een soort van voorloper van JSF, is misschien ook wel bekend. Waar je Java code kan mixen met HTML om een dynamische pagina te krijgen. Het nadeel was dat alles tot zeg maar 2006 extreem complex was om mee te werken. En het was ook heavyweight, dus je had een hele zware applicatieserver nodig. Nou, meestal kwam die van IBM of van Sun of van Oracle. Het kost heel veel geld aan licenties, je IDE, dus je ontwikkelomgeving. Was complex en zwaar. Het was lastig te begrijpen en je was eigenlijk alleen maar met plumbing, met code bezig die geen business functionaliteit levert, maar alleen maar met integratielogica. En niet onbelangrijk, het leidde ook vaak tot vendor lock-in. En vendor lock-in bedoelen wij mee, aan het begin van je project maak je een keuze op wat voor platform je applicatie gaat draaien. Je kiest bijvoorbeeld voor IBM, nou, dan geef je tonnen aan licenties uit. En vervolgens zit je vast aan de IBM libraries. Als je iets anders wil gebruiken, moet je weer geld aan gaan uitgeven om iets anders te kunnen gebruiken. Nou, dat is natuurlijk een hele vervelende manier van werken. En daar is er dus een enorm gat ontstaan voor een alternatief. En die alternatief kwam uit de open source wereld. Eerst nog even een voorbeeld. Hoe deden wij vroeger een EEB bouwen? Nou, dit is eigenlijk de bean die de business logica implementeert. En je moest dus heel veel methodes implementeren. Voordat je je business logica kon implementeren. De business logica in dit geval is CLO, Hello World uiteraard. En je wil natuurlijk eigenlijk alleen maar je business logica neerzetten. En je had ook nog twee interfaces nodig. En een stukje XML, niet al te veel, een klein beetje XML. En dan had je je EEB gedefinieerd, dus dan had je een bean die voor jou een stukje business logica kon oplossen. En dan wil je hem gebruiken. En moest je een properties class aanmaken. En dan moest je allemaal vendor-specifieke properties instoppen. Uiteindelijk ook ergens de naam van je bean. En op de allerlaatste regel kunnen we uiteindelijk onze businesslogica uitvoeren. Nou, je ziet al, wees blij dat je nu pas Java-ontwikkelaar bent, want toen was het lang niet zo leuk. Spring kwam in 2004, is als het goed is 1.0 gelanceerd, als alternatief. En we hebben net het begrip container geïntroduceerd in de vorm van een applicatieserver. En Spring is eigenlijk een container die weer draait binnen je applicatieserver. Maar Spring handelt dus heel veel zaken voor jou af die je anders zelf zou moeten doen. Je hebt wel een applicatieserver nodig, alleen de eisen aan die applicatieserver zijn heel laag. Heel veel gebruikte is Tomcat, is een open source applicatieserver, misschien wel bekend. En die doet eigenlijk alleen maar dingen rond de servlet voor jou en een stukje database configuratie en een klein beetje security. Spring applicaties kun je draaien op in principe elke applicatieserver die voor Java geschikt is. En wat je doet is je downloadt een aantal jar files met de Spring libraries erin. Nou, die stop je in je WAR en vervolgens kan je daar gebruik van maken. En hoe ziet het er dan uit? Nou, een paar slides geleden zag je hoe je een EEB 2 .0 definieerde. Nou, zo gingen wij toen werken met Spring. We hadden, laten we zeggen, 4 regels XML nodig. 1 regeltje om hem te definiëren. In plaats van een hele berg XML en 3 Java-klasses. En 1 regeltje waarin we zeggen, nou, we willen in onze testbean willen we gebruik maken van die hello bean. Vervolgens schreef je de Java-klasse test. En je implementeert uiteraard de hello bean. Waar er 1 regel in zit die je Hello World teruggeeft. En je roept hem aan. Dus binnen je Java-code staat in principe helemaal niet gespecificeerd hoe jij aan die bean komt. Dat doet Spring voor jou. Je levert een stukje XML op en je kunt gewoon je businesslogica schrijven. Dus nu zijn we weer terug waar we wilden zijn. We maken ons niet druk om de plumbing, om de integratie. We schrijven onze businesslogica en het werkt. Dus dit was de oplossing. En iedereen ging massaal Spring gebruiken. En het wordt nog steeds heel erg veel gebruikt. Aantal kenmerken. We noemen dit Poyo-based development. En Poyo is misschien een bekende term. Staat voor Plain Old Java Object.
En dat geeft aan, ik schrijf een Java-object en ik zet er helemaal geen andere configuratie of plumbing of wat er ook in. Ik schrijf gewoon mijn business logica. En dat kan omdat er een grote scheiding is gemaakt tussen je configuratie van je applicatie. Dus hoe hangt je applicatie in elkaar? En je applicatielogica zelf. Lightweight, het draait op Tomcat. Je hebt geen dure applicatieservers nodig. Je hebt geen dure IDE. Je kunt gewoon Eclipse of VI of welke tool je wil om je Java-code te editen. Het is open source. Je kunt ook de source downloaden. Je kunt kijken wat gebeurt er in de source. Je kunt de source aanpassen. Developer-friendly. En heel veel out-of-the-box functionaliteit. En dat is een van de nu nog unieke sales points van Spring. Ze lopen echt vooruit op de Java-wereld. Want Java Enterprise is heel krachtig, maar het is wel een standaard. En voordat een standaard neergezet wordt, dat duurt gewoon een tijdje. Dus alle ontwikkelingen die uiteindelijk in Java Enterprise terechtkomen, komen in principe uit de open source wereld. Omdat ze daar gewoon kunnen zeggen, nou, nieuwe versie staat online en we hebben deze en deze functionaliteiten erin zitten. En vervolgens moet het door een heel proces heen voordat dat tot een standaard gebombardeerd wordt. Het loopt dus voorop en geeft je veel functionaliteit. Het nadeel, of een van de nadelen is, het is best wel een complex landschap van modules. Als je alleen maar beans aan elkaar wil hangen, nou, dan zitten we ongeveer hier. In de bovenste helft. Spring Core, Spring Beans, Expression Language. Allemaal libraries die je mee moet nemen in je WAR file om gebruik te maken van die functionaliteit. Als je iets meer wil doen, dan kom je een beetje onderin het plaatje terecht. WebMPVC is als je een webapplicatie aan het bouwen bent. JMS voor berichten op een queue. En JDBC en ORM, niet onbelangrijk, voor database toegang. Dit is alleen nog maar een plaatje voor simpele webapplicaties. Voor database toegang en de core. Dus je kunt je voorstellen dat hoe meer functionaliteit van Spring je wil gaan gebruiken, hoe meer dependencies je moet onderhouden. Nou, dependencies hebben versienummers. Niet elke dependencies werken met elkaar. Je zou zeggen, alles wat van Spring komt, moet out of the box met elkaar werken. Maar het is niet helemaal waar. Dus in de praktijk ben je best nog wel wat tijd kwijt aan dependency management. Nou, dit is een van de voordelen van Java Enterprise. Die werkt gewoon out of the box, zonder dependencies. Wat is Spring Core? Alle modules van Spring leunen op Spring Core. En Spring Core noemen we een IOC-container. En IOC staat voor Inversion of Control. En dat klinkt heel duur, maar eigenlijk is het heel eenvoudig. In plaats van dat jij binnen de beans met business logica de instanties aanmaakt van beans die je wil gebruiken die een functionaliteit voor jou doen, bijvoorbeeld e-mail versturen, zorgt het framework van buiten voor dat jij de juiste instanties hebt waarmee je bijvoorbeeld e-mail kan versturen. Dus in de praktijk doe je niet zelf nieuw e-mail servers, maar je defineert dat je een e-mail service wil gebruiken en Spring of je applicatieserver, in geval van Java Enterprise, zorgt ervoor dat jij een instantie hebt van de e-mail servers. Ja, dat is in het kort IOC. Nou, wat hij dus doet, hij injecteert objectinstanties. Nou, dat kan met Java Enterprise ook. En hij managt ook de lifecycle van die objecten. Dus hij zorgt dat het object op het juiste moment gecreëerd wordt. Hij creëert misschien meerdere ervan, als je heel veel requests hebt die je wil afhandelen. Of hij creëert er juist maar één per request, omdat je state wil vasthouden. En het Java Enterprise alternatief is EAB, maar ook Context and Dependency Injection, CDI. CDI herken je aan de @named annotation. Hoe ziet dat eruit? Ik heb je net een voorbeeld laten zien van hoe wij in het begin Spring configureerden. Inmiddels zijn ze er ook wel achter dat XML toch ook niet meer van deze tijd is. Dus ze gaan wel met hun tijd mee. Ze ondersteunen ook annotations. Dus in plaats van in XML aan te geven dat we een bepaalde bean willen gebruiken, kunnen het ook door middel van de auto-wired annotation. Nou, dat scheelt ons weer een regeltje XML. Dus een aantal slides terug zeiden we hebben een klasse test. En die heeft een referentie naar de Hello Bean. En nu zeggen wij, dan valt die XML weg. Vervangen we door een stukje configuratie, want je moet Spring altijd vertellen wat hij moet doen. Dat is ook weer een nadeel. Add AutoWired, Hello Bean en Spring zorgt dat je hier een instantie van krijgt. En daarom krijg je hier geen nulpointer. En als je hem wel krijgt, zit er iets mis in je configuratie. Kan het ook zonder XML? Ja. Dat kan. Eigenlijk hebben ze binnen het Spring Framework gezegd van, we willen een versie hebben zonder XML,
Maar die doet in principe hetzelfde. Dus in plaats van een stukje XML heb je nu een stukje Java-code. Maar ja, wat doet die? Die geeft een nieuwe instantie van die bean terug. Die je hier had gedefinieerd. Dus is het vooruitgang? Nou ja, het grote voordeel is, dit is getypeerd. XML natuurlijk niet. Als je hier in plaats van hello, gello typt of zo, ja, dan werkt het niet meer. Als je dat hier doet, krijg je een compiler. Error. Dus het heeft wel voordelen. Maar je kunt je ook voorstellen dat het niet heel erg leesbaar wordt om al je configuratie in Java op te nemen. Dus in de praktijk zie je vaak een combinatie van XML en Java configuratie. Kan het ook anders? Ja, binnen Spring kan alles op minstens 3 manieren. En dat is wat voor mij persoonlijk ook weer een nadeel. Als je dus niet consequent bent, kan je allemaal verschillende stijlen krijgen. Maar je kunt ook op je Hello Bean zeggen dat het een component is. En een component is vergelijkbaar met named, het named annotatie. Dan heb je geen XML meer nodig. Of tenminste niet voor deze bean. En dan kan je wederom met auto-wired implementeren. Nou, dit voorbeeld zijn we eigenlijk aangekomen bij hoe het in Java Enterprise 6 eruit ziet. Want het Enterprise 6 voorbeeld, in plaats van het component staat hier het named. En in plaats van het auto-wired staat hier het inject. En dit is dus wat we bedoelen met hoe heeft open source de Java Enterprise gered. De goede ideeën uit open source zijn opgenomen in de Java Enterprise standaard. Overigens ondersteunt Spring tegenwoordig ook het inject. Dus dan hebben we inmiddels 4 verschillende manieren om het voorbeeld te doen. Maar daar zou ik jullie niet mee vermoeien. Dit is dus de core van Spring. EOC en dependency injection en lifecycle management. Er zijn een aantal andere zaken die je ook in Spring kunt doen. Voordat je gebruik kan maken van Spring in je applicatie, moet je de jars die je meeshipt, dus je container, moet je vertellen dat je Spring wil gaan gebruiken. In Java Enterprise moet dat ook. Alleen in Java Enterprise is het voldoende om een lege beans XML in je WAR file te stoppen. En vervolgens weet je applicatieserver, oh, we gaan CDI doen, dus we moeten gaan scannen op addNamed annotaties en we moeten injectie gaan doen. En ik kan mezelf nog voorstellen dat deze in de toekomst eruit gaat. Als je Spring wil gaan gebruiken, dan heb je wederom verschillende mogelijkheden. XML of Java configuratie. We gaan even uit van een webapplicatie, want je kunt Spring ook op de desktop gebruiken, maar dat is voor ons niet heel erg relevant, maar het kan wel. Als je een webapplicatie hebt, dan moet je in je WebXML een Spring Servlet configureren. En die Spring Servlet gaat vervolgens weer uit een Java of uit een XML configuratie lezen wat jij precies wil gaan doen met je Spring Framework. Dus ja, in het simpelste geval wil je iets met injection gaan doen en misschien heb je dat met allemaal annotations gedaan. Dus heb jij in die XML verteld dat jij annotatie wil gebruiken of je hebt in je Java-klasse dat gedefinieerd. Maar je hebt dus altijd iets van configuratie nodig. En in Java Enterprise dus niet. Wat is het verschil in injection? Nou ja, naast dat je configuratie nodig hebt, heb je allerlei verschillende manieren van configuratie en allerlei verschillende manieren om beans aan elkaar te hangen. Wat in de praktijk, mijn ervaring is dat het leidt tot een zeer inconsistent verhaal. Want sommige mensen doen het liever met XML en sommige dingen wil je ook liever in XML. En sommige dingen doe je liever in Java. Dus in de praktijk krijg je ja, een inconsistent verhaal in je applicatie. En moet je daar dus ja, heel erg als ontwikkelaar op verdacht zijn dat je dat netjes houdt. Bij Java Enterprise hebben ze expliciet gekozen om het maar op één manier mogelijk te maken. Waardoor die applicatie veel consistenter in elkaar zit. Dus wederom een leerpuntje geweest van Java Enterprise ten opzichte van Spring. Het is natuurlijk ook zo dat Spring bestaat al sinds 2004. En in principe al die legacy configuratie, die oude configuratie, die wordt nog steeds ondersteund. En Java Enterprise is natuurlijk 2008, dacht ik, op mijn slide. In ieder geval veel recenter. Dus ze hebben daar ook kunnen zeggen van we beginnen overnieuw, gooi alles van tafel en we werken nu op deze manier. Dus dat is natuurlijk wel een voordeel. Ja. Zijn er dan ook een aantal stijlen bij Spring deprecated? Het heet niet zo. En ik weet ook niet of het aan te geven is om deprecated te zijn. Maar het wordt wel aangeraden om bijvoorbeeld alles nu met annotations te doen.
En om dus van add component gebruik te maken en dat niet in XML te doen. Maar je hebt weer Spring projecten waar XML veel fijner leest. Ik kom zo meteen behandel ik er nog één en dat is een integratie framework. Een integratie framework hangt eigenlijk allerlei componenten aan elkaar. Bijvoorbeeld je krijgt een e-mail binnen en die wil je op Twitter zetten. Nou, dat kun je in Java doen, maar je kunt het ook in XML doen. En dan kun je gewoon lezen, ik krijg een e-mail binnen, ik valideer hem en ik zet hem op Twitter. En vervolgens heb je daar ook weer een view op dat eruit ziet als een model. En die leest hij uit XML en niet uit Java. Dus het heeft nog wel degelijk voordelen om XML te gebruiken. One consistent style. Nee, allebei. No configuration. Zowel heel veel configuratie is nog steeds nodig. Als dat we heel veel verschillende varianten van dezelfde productie verstaan. Oké, heb je een voorbeeld? Test. Bijvoorbeeld dat we via Jersey, JAX-RS, al dat soort dingen. Er zijn allerlei verschillende manieren om dezelfde productie. Ja, ik ben heel blij dat je dat zegt. Ik zou er iets dieper op ingaan. Ik denk dat het ook nog wel in de presentatie zit, maar omdat je het vraagt, behandel ik nu. En dit is inderdaad iets waar je als ontwikkelaar op verdacht moet zijn. Je hebt aan de ene kant de API's en aan de andere kant heb je meerdere implementaties van die API's. En je zei Jersey, JAX-RS. JAX-RS is de API. Dus in principe is dat alleen maar een set van interfaces die niks doen. En Jersey is de implementatie van JAX-RS. En Jersey is de implementatie. En dat zijn dus in principe, heel eenvoudig gezegd, zitten daar classes in die de interfaces uit de API implementeren. En die dus meegeleverd worden met de applicatieserver. Maar als jij van REST gebruik wil maken, heb jij in principe alleen de interfaces nodig. In Java kun je tegen een interface programmeren zonder dat je de implementatie hebt. Dat is duidelijk, toch? Maar vervolgens moet je de implementatie hebben in productie, uit runtime. Dus je moet een klasse hebben die de interface implementeren. Die klassen zitten in je applicatieserver. In het geval van Glassfish is dat inderdaad Jersey. En in het geval van JBoss is dat bijvoorbeeld REST Easy. Maar eigenlijk is het dus niet de bedoeling dat jij direct REST Easy of Jersey gaat gebruiken. Dus eigenlijk moet je min of meer vergeten dat het bestaat. Dan moet je JAX-RS gebruiken. En op het moment dat je de API gebruikt, dan is het one consistent style. Maar je bent inderdaad altijd vrij om een implementatie te gebruiken. En dat is wel inderdaad een valkuil, ben ik met je eens. Kan leiden tot het onwaar zijn van deze stellingen. Eén kleine aanvulling, dan kom ik bij jou. JPA is misschien nog een beter voorbeeld. Dat kent iedereen. Hibernate kent ook iedereen. Op het moment dat jij Hibernate gebruikt en je hebt in Eclipse gezorgd dat je op je klaspad staat of je hebt hem aan je POM toegevoegd, dan kun je zowel voor de entity annotations die uit de Hibernate package of die uit de JPA package gebruiken. JavaX is de API. En org.hibernate is de Hibernate. Kies altijd de JavaX. Dat is de API. Je wil niet je vastleggen aan een implementatie. Misschien wil je applicatie wel deployen op Glassfish. En daarna zegt iemand, ja, maar we hebben net JBoss licenties gekocht. Dus we gaan nu naar JBoss. Als je dan JavaX.persistence gebruikt in plaats van org.hibernate. Is je applicatie portable. Kan je in principe altijd wel wat kleine wijzigen, maar kan je in principe snel over. En dan geldt dit weer wel. Maar valide punt. Het is iets om op te letten. In principe is het dan nog steeds wel hetzelfde, toch? Alleen dan bij Java 1 is dan nog steeds makkelijker om te zien wat de ene stijl is, omdat het allemaal Java X dan is. Ja, op het moment dat je van de Java X, dus de API-classes, gebruik maakt, daar heb je natuurlijk al gekozen voor annotations, dan is er maar één manier om je configuratie te doen. Terwijl in Spring kun je nog steeds dezelfde classes gebruiken. Je kunt JPA gebruiken of je kunt Hibernate gebruiken. En dan heb je nog steeds meerdere manieren van configuratie. Dan kun je nog steeds zeggen van ik wil het in XML of ik wil het in Annotations of ik wil het in Java. Dus dan heb je nog steeds al die configuratieopties. Dus dat staat dus los van het feit of je een API of een implementatie gebruikt. Want je kunt zelf zeggen, oké, ik gebruik Spring. Ik ben heel strikt, ik gebruik alleen maar API's. En dan kun je het nog steeds op verschillende manieren configureren. Is dat duidelijk? Hoe zit het dan trouwens met dingen als het singleton die meerdere packages voorkomen? Dat is inderdaad nog een puntje in Java Enterprise en ook als je Spring gebruikt. Er zijn een aantal van deze zaken die in meerdere packages voorkomen. Singleton is een goed voorbeeld en je hebt ze ook met JSF. Dus je hebt zeg maar add request scoped. Die bestaat zowel in de JSF packages als in de CDI packages. De niet JavaX packages is eigenlijk ook een stukje legacy. Dus we hadden al JSF,
En daarna is Java Enterprise 6 gereleased met als onderdeel CDI en CDI beans kan je weer inderdaad gebruiken in JSF. Dus er zijn inderdaad nog een paar puntjes waar iets van, ja, je zou het kunnen noemen oud zeer zit. Dus het fenomeen wat je bij Spring had, omdat het al zo lang bestaat, heb je nog een heel klein beetje inderdaad. Ja. Ed Singleton is inderdaad een goede en je hebt ook nog met JSF, dat is de andere bekende. Als het goed is heb ik ook ergens een lijstje, dus ergens een website. Als je erop googelt iets van de problemen in Java Enterprise, dan kom je een net lijstje tegen waar inderdaad deze dingen zo noemd zijn. En dit zijn wel de twee belangrijkste. Goed, verder, Spring Transactions. Als je iets naar je database wil schrijven, als je een mutatie wilt doen in je database, heb jij een transactie nodig. Dus een van de belangrijke zaken in Spring Framework is ook om te zorgen dat er een transactieframework voor jou is. Als je Java Enterprise applicatie gebruikt, dan definieer je je persistence XML en dan ergens definieer je je data source en daar staat heel vaak JTA. En dat staat voor Java Transaction API. Je kunt daar ook resource local neerzetten. En dat is eigenlijk als je een desktop applicatie hebt of als je Spring gebruikt. Want dan zeg je, ik wil niet mijn Java Enterprise transacties gebruiken, maar ik doe het zelf. En ik doe het zelf kan ook betekenen, ik heb een framework die het voor mij zelf doet. En Spring is dat framework. Dus je kunt zowel JTA als resource local gebruiken, maar in principe gebruik je bij Spring meestal resource local. En dan heb je ook allerlei features. Je kunt dus nieuwe transacties doen of gedeelde transacties, nested transactions. En het grote voordeel daarvan, het werkt op allerlei applicatieservers. Het nadeel is, je bent dus zelf bezig je transacties te beheren. Hoe ziet het eruit? Nou, het is Spring. Dus je moet zeggen, ik wil een transaction manager en die heet TX manager. En je moet hem ook nog definiëren en zeggen welke soort transaction manager je wil hebben. Nou, meestal doe je iets met een JDBC driver, dus gewoon een relationele database. En definieer je een data source transaction manager. En vervolgens kun je zeggen op een methode die geïmplementeerd is op een bean die door Spring beheerd wordt. Kun je zeggen add transactional. En dan vanaf het moment dat je de methode aanroept, begint de transactie. Dan kun je database mutaties gaan doen. Als de methode afgelopen wordt, worden de database mutaties weggeschreven naar de database. En als iets fout gaat, wordt de transactie gerollbacked. In dit geval niet relevant dat het in een transactie loopt. Java Enterprise hebben natuurlijk ook transactions. En op het moment dat jij een EAB gebruikt, zijn al jouw methodes in principe transactional. Dus je hoeft niet zelf te zeggen, ik wil een transaction manager en het moet die klasse zijn. Je zegt gewoon dat jij stateless EAB gebruikt in dit geval. Of een stateful, of een singleton, of een MDB zelfs. En op dat moment heb je transacties cadeau. En je kunt die nog veranderen door add transactions attribute te gebruiken. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen, geef een error als er geen transactie bestaat. Of maak een nieuwe als er geen transactie bestaat. Of maak altijd een nieuwe transactie. Dus dat is weer een slagje eenvoudiger dan hoe Spring het doet. Een volgende module die heel veel gebruikt wordt als je Spring gebruikt. En ik moet persoonlijk zeggen dat ik wel fan ben van deze manier van werken, hoe ze het bij Spring hebben gedaan. Ze hebben namelijk een Model View Controller framework gemaakt. En ik neem aan dat de term Model View Controller bekend is. Mocht ik wel van uitgaan. En zij mappen eigenlijk direct HTTP requests op methodes. Net als bij REST. Maar dan met de intentie om in plaats van JSON of XML, HTML of in JSP te retourneren. Hij implementeert dus het front controller pattern. Alle requests gaan in principe naar één servlet toe en die servlet zorgt ervoor dat de juiste methode wordt aangeroepen. Je hebt libraries om in JSP form binding te doen, net als two-way database binding in Angular, maar dan ouderwetse. Dus je kunt gewoon zeggen als je een form hebt van dit tekstveld hoort bij een persoon en het is zijn naam, dus een person.name. En dan bindt Spring automatisch de waarde van de tekstveld aan die bean en op het moment dat je die methode aanroept, dan krijg je die waardes weer binnen, gewoon netjes in een bean. Dus je hoeft niet zelf alle vormparameters uit je request te gaan lezen. Het Java Enterprise alternatief, ik heb JSF neergezet en ook YaxRS neergezet. Bij JSF is natuurlijk de standaard voor het bouwen van webapplicaties, maar werkt niet op deze manier. Bij JSF hebben ze voor gekozen om eigenlijk het hele request-response model een beetje te verbergen voor jou. En je hebt een HTML template, XHTML file.
en een backing bean. En je kunt vervolgens logica uit die bean aanroepen. Dus in plaats van dat jij expliciet een request doet en die handel je af en je returnt, roep jij gewoon een stukje Java-code aan die voor jou je logica uitvoert. En validatie is ook nog een belangrijke functionaliteit hiervan. Een voorbeeld. Je definieert een bean als zijnde een controller. En je zegt vervolgens alle URL's die eindigen op URL's met hello. Daarvan wil ik dat deze methode aangeroepen wordt. Nou ja, vervolgens kun je nog zeggen van ik heb een request parameter. Dus vraagteken name in dit geval en dan is Erwin bijvoorbeeld. En die krijg je dan binnen als parameter van je methode. En je krijgt ook een model binnen. En een model is een soort van scope object, denk ik. Daar kan je namelijk weer attributen op zetten. En dan kun je in je JSP-pagina's die attributen weer uitlezen. Dus stel je voor dat dit in plaats van hello world een persoon retourneert. Dat een soort van find by name is. Dus dan geef je naam mee Erwin. Dan zou je een persoon hier neerzetten. En vervolgens zeg je in je JSP person.name, person.address, person.age. Dan kun je gewoon weer keurig als een bean in je JSP dat ding behandelen. Nou, werkt dus best wel mooi. In combinatie met JSP Expression Language is het dus heel eenvoudig om te zeggen als jij op je model een attribuut hebt met de naam name, om die te printen door middel van $name. Maar dit kan dus ook complexer zijn. Dit kan ook person.name zijn als je hier een person in stopt. Dus het is best wel een krachtige manier van databinding. En het is ook heel erg restvol omdat je request mapt direct op methodes. En bij JSF is het weet je eigenlijk niet wat er gebeurt. Die request lifecycle, daar heb je niet zoveel invloed op. Hoe ziet het eruit? Vergelijkbare stukje functionaliteit in JSF. Nou, daar heb je dus een managed bean nodig of een named bean tegenwoordig. Dus addNamed werkt ook. Als je een request property wil lezen, dan kun je die eigenlijk niet injecten in je methode. Maar moet je definiëren dat dat een property is die je verwacht als onderdeel van je query parameters. Parent.name. Dus vraagteken name is het weer. En dan wordt die eigenlijk de waarde hier geïnject op het moment dat je de user die URL opent. En dan kan je de naam weer teruggeven. En als je dat dan vervolgens wil printen, dan refereer je naar je bean. Je hello bean. En je zegt name. En name in dit geval maakt hij automatisch een getter van. Dus get name. En zo bereik je eigenlijk hetzelfde. Maar mijn persoonlijke smaak is het niet. Ik moet zeggen dat ik de Spring-versie iets netter vind. En je kunt dit met JAX-RS ook doen. Ik weet niet zeker hoe het met REST Easy zit. Maar in ieder geval in Jersey kan je in plaats van JSON of XML kun je ook een view teruggeven. Of een viewable zelfs. En dat is een stukje model en een HTML. En dan kun je dit een beetje nabootsen binnen Java Enterprise. Dus je hebt nog wel mogelijkheden. Maar het netste is natuurlijk om gewoon REST en Angular te doen. Ik heb Henk beloofd iets over Angular te doen. Dat is een beetje de core functionaliteit. We kunnen transacties doen, we hebben iets met web gedaan. We hebben dependency injection. Hoe ziet je applicatie artifact eruit? Spring gebruikt gewoon de Java standaarden. Dus je hebt een WAR file of je hebt een AIR file. Je kunt de WebXML gebruiken. Tegenwoordig is die sinds servlet specificatie 3.0 optioneel geworden. Dus dat wordt ook ondersteund. Beide gebruiken XML-configuratie indien nodig. Dus allebei optioneel. Het grote verschil zit erin. Je kunt een Java Enterprise applicatie schrijven in een WAR file met geen enkele dependency. Dus alleen jouw klassen zitten in die WAR file. Er zitten geen andere jar files in die WAR file. Spring heeft zeker een aantal jar files nodig. En met een aantal, dit is een echt voorbeeld wat je kan downloaden van de Spring website, MVC Basic of zo. En wat doet dit? Nou, dit doet eigenlijk wat we beschreven hebben. Het doet Spring Web en dependency injection, maar doet nog niks met een database. En je hebt toch al deze hele lijst van libraries nodig. Bedenk wel dat je specifieke versies nodig hebt. En dat niet elke versie met de andere versie samenwerkt. En zelfs binnen het Spring Framework zijn er versie dependencies. Je hebt ook nog wel eens jars waarin dezelfde klassen zitten. Welke worden dan geladen?
Dus je bent, als je een echt project doet, ben je best wel wat tijd kwijt bezig om dit netjes te krijgen en netjes te houden. En dat niet alleen, het loopt ook door in andere zaken, zoals bijvoorbeeld de grootte van je WAR-file. Nou, lokaal zeg je, ja, mijn WAR is 10 MB of mijn WAR is 21K. Het maakt niet zoveel uit. Maar als jij een ontwikkelstraat hebt en je bouwt meerdere applicaties, dan op het moment dat jij je code in versiebeheer zet, dan gaat er een beeldomgeving, gaat jouw code bouwen. Nou, hoe meer dependencies, hoe meer tijd. Je moet dus ook zorgen dat daar de dependencies goed bereikbaar zijn. Maar heel vaak wordt er dan een artifact gebouwd, dus bijvoorbeeld een WAR-file of een JAR-file. En die wordt in een repository gezet, zodat andere mensen er gebruik van kunnen maken. En die wordt er per versie of per beeld zelfs ingezet. Dus je hebt niet één keer 10 MB, maar je hebt elke beeld 10 MB. Of elke beeld 21K. En dan gaan dit soort dingen wel oplopen. En zeker als je bedenkt dat bijna 11 MB in dit geval echt een hele simpele webapplicatie is. Spring-applicaties die in productie gebruikt worden, zitten zo aan 100 tot 200 MB. En dan gaat het natuurlijk wel oplopen, want dan heb je 5 versies en dan heb je alweer een gig. Aantal files. Nou, ik had verwacht dat we iets grotere schermen hadden, maar hier staat dat deze Spring-applicatie van dit voorbeeld 2,5 keer zo groot is in aantal bestanden. In dit geval 36 jars meelevert. 5 XML-files tegen 3 in de Java Enterprise. En nou ja, ook ongeveer 2,5 keer zoveel XML-configuratie. Meer property files. En deployen duurt ook langer. En nou, dat komt natuurlijk omdat hij veel grotere artifacts moet inladen en al die dependencies moet meenemen. Nou, deze slide geeft ongeveer aan van, stel ik heb een applicatieserver, hoe groot is die? Nou, je kunt Classfish downloaden van 33 MB, je kunt een Wildfly downloaden van 15 MB. Volgens mij is JBoss 120, JBoss 7 standaard. Je hebt een vraag? Ja, daarnet. Was dat op Wildfly of op JBoss de tijden van deploy? Dit is volgens mij, heb ik het hier? Ik dacht dat het Classfish was, maar ik heb nog eentje van deploytijden. En dit is dezelfde applicatie, of in het geval van de Spring-versie, dezelfde functionaliteit. En EAP is 2 seconden en Classfish is 4 en Tomcat met Spring is ook ongeveer 4. Is dat verschil nog steeds hetzelfde als applicaties iets groter worden? Want we hadden zeg maar voor ons project dat we iets grotere applicaties willen, nog steeds niet zo heel erg groot, maar daarbij waren de deploytijden echt 2 minuten. Zou kunnen. Het is altijd lastig om iets te roepen hierover, omdat het heel erg specifiek is van wat doe je. Als je veel XML moet parsen tijdens het deployen, ja, kost het meer tijd. Dus dat zou kunnen. Maar in de praktijk is het bij vergelijkbare functionaliteit dat als je applicatie wat groter is, dat het dan wat langer duurt. Dus je zou in het geval van Spring versus Java Enterprise kunnen zeggen, nou, in principe dezelfde functionaliteit, Java Enterprise zou wat sneller moeten zijn. Er zitten specifieke verschillen afhankelijk van applicatieservers. Maar dat is dus lastig wat over te zeggen. Het kan ook best wel zijn dat hij ergens op wacht in dat timeout, als het echt 2 minuten is. De conclusie van deze is, als jij dus met Spring je stack gaat opbouwen en je vergelijkt met de applicatieserver, nou, op deze slide is de Spring stack iets groter. Laten we zeggen dat het ongeveer even groot is. JBoss, de volledige JBoss Enterprise met full profiles, volgens mij 120 MB download, krijg je wel iets meer functionaliteit. Dus het is ongeveer gelijk. Met het grote verschil is dat deze stack in principe in je applicatie zit. En bij deze staat hij gewoon ergens op een server. Dus dat is wel weer een groot voordeel. Nou ja, startup hebben we gezegd, in principe op Wildfly of op JBoss 7, en dat is dezelfde als EAP 6, zou het in principe sneller moeten zijn in de Java Enterprise geval. En dan komen we een beetje bij de vraag, waarom zou je nog Spring gebruiken? Spring was een heel goed alternatief in 2004 en ook wel in 2008 en misschien nog in 2010. Vanaf Java Enterprise 5 en liever nog vanaf 6, zijn de core Spring features eigenlijk niet meer relevant. Java Enterprise, minder configuratie, minder libraries. Dus daarom zeggen wij ook, we gebruiken het liefst Java Enterprise. Of we moeten echt specifieke reden hebben om het niet te doen.
een aantal andere voordelen. Als jij Spring kiest, dan kies je al voor de container Spring. En dan moet je nog op een applicatieserver draaien. Dus je hebt en een container en een applicatieserver. Spring is tegenwoordig van VMware, dus je kunt support krijgen op Spring. Alleen je kiest altijd voor Spring plus bijvoorbeeld Tomcat. Ja, en Tomcat is dan weer open source. Wie geeft mij support op Tomcat? Wie geeft mij support op de specifieke combinatie van je Spring container en je applicatieserver? En van al de dependencies die jij hebt zitten configureren. Want het ene project gebruikt 3.1 en dan gebruik je 3.2. En elke configuratie is eigenlijk weer anders. Je hebt zoveel verschillende variabelen, dat uiteindelijk het resultaat is niet hetzelfde. En als jij support moet halen, komt het eigenlijk op jezelf neer. Als jij als project iets met Spring bouwt, dan is het eigenlijk alleen de enige optie is dat dat team of het beheerteam het onderhoud gaat doen. Terwijl als jij voor een applicatieserver kiest, zoals bijvoorbeeld JBoss, ja, dan kan je gewoon een support subscriptie van Red Hat krijgen. En die configuratie is getest. Die wordt in allerlei omgevingen gebruikt. En er zijn niet zoveel ontzettend veel variabelen en verschillende versies. Dus de kans dat er issue is dat bekend is, is ook gewoon veel groter. En dat willen we eigenlijk met deze slide zeggen. Je hebt dus keuze voor je applicatieserver. Je kunt Glassfish of WebLogic of JBoss. Terwijl met Spring gebruik je altijd Spring. Dus je kiest ook je vendor. Je kunt bijvoorbeeld Red Hat of IBM of Oracle. Dus productiesupport beschikbaar en het is gewoon veel onderhoudbaar. Want je schrijft je applicatie nu, maar heel veel applicaties draaien over 5 jaar nog. En een aantal applicaties draaien over 10 jaar nog. Nou, als je het nu met Spring 4 is volgens mij de nieuwste schrijft, wie gaat migreren naar Spring 6? En wie zorgt dat al die dependencies het blijven doen? Dus het is ook wel een keuze voor lange termijn. Het is niet alleen een keuze voor, ik moet nu een stukje functionaliteit bouwen, waarmee kan ik het beste doen? Gebruik ik weer een open source library of doe ik het toch op de Java Enterprise manier? Is Spring dan nog wel relevant? Er zijn een aantal scenario's waar zou je kunnen zeggen, ja, we gaan wel Spring gebruiken. Met reden. Een van de dingen is, er komt steeds meer uit de Java Enterprise API's terug in Spring. Ik heb al eerder genoemd, in plaats van add outer wired kun je ook add inject gebruiken. Nou, dat is een Java Enterprise annotation, wordt door Spring ondersteund. Het is mogelijk om EAB's te gebruiken in je Spring applicatie. Stel je voor dat Spring iets levert, en dan komen we samen nog op wat leveren ze dan, maar ze doen dus meer. Stel je voor dat Spring iets levert en je wil dat gebruiken in je applicatie en je gebruikt al EAB's, nou ja, dan kan dat. Innovatie gaat veel sneller. Bij Spring hebben ze bijvoorbeeld libraries om heel simpel met de Facebook API of de Twitter API te connecten. Nou ja, voordat wij dat standaard in Java Enterprise hebben, dan zijn we waarschijnlijk 2 versies verder, als we het überhaupt krijgen. En hij draait op niet Java Enterprise containers. En in de praktijk is dat best wel een voordeel. Die klant die ik net noemde, die heeft dus alleen maar Tomcat. Dus je zou nog kunnen zeggen, oké, dan is het best wel veel moeite om Java Enterprise aan de praat te krijgen. We kunnen Spring gebruiken. Komt vaker voor, meer support of meer community beschikbaar dan alleen maar Java Enterprise op Tomcat. Dus het is zeker relevant. Nou, wat is dan die innovatie? Java Enterprise 7, daarin zit specificatie voor batch applicaties. Java Batch. De syntax om batches te specificeren, en een batch die doet heel vaak hetzelfde. Die leest iets, die valideert het, die verwerkt iets en die schrijft iets. Dat doet eigenlijk een batch. En of je nou leest van een database en schrijft op een file system, of leest van e-mail en post op Twitter, maakt in principe niet zo uit. Je doet eigenlijk altijd hetzelfde. Die complete syntax, de DSL, de Domain Specific Language, komt helemaal van Spring Batch. Dus bij Spring hebben ze bedacht hoe jij batches specificeert in XML. Dat dan weer wel. En dat hebben ze gewoon 1-op-1 overgenomen voor Java Enterprise. Spring Integration heb ik net al genoemd, is integratie framework voor als je dingen aan elkaar wil knopen. Dus je wil een database aan een file system of een e-mail aan een queue bijvoorbeeld, of zelfs nog iets met WebSockets. Nou, daar is Spring Integration een heel goed framework voor. Spring Social, dat is zeg maar het overlappende project waar Facebook API, Twitter API, LinkedIn API zit. Dus dan kan je heel snel integratie met hun API's maken. Zonder dat je zelf al die REST calls hebt te doen. Krijg je gewoon een object, dat heet Facebook. Dan praat je tegenaan en dan kan je, weet ik veel, door je vrienden bladeren of iets posten op de wall. Spring Security is een framework voor security, wat eigenlijk nog geen goed equivalent heeft in Java Enterprise. Maar als jij vergaande security scenario's hebt, bijvoorbeeld een user moet inloggen met een of andere ticket in een header en die moet weer gevalideerd worden tegen een of andere externe service. Nou, dan kom je al gauw in custom classes, dus in maatwerk in Java Enterprise. En Spring Security heeft daar wel echt een heel mooie oplossing voor. Spring for Android,
De grote toegevoegde waarde is dat het veel eenvoudiger wordt om op een REST-manier te communiceren vanuit je app naar je server. Dus het neemt heel veel werk voor je uit handen wat normaal in de standaard Android library zit. En dat is eigenlijk altijd het doel van Spring geweest. Doe iets wat heel vaak voorkomt, zodat de ontwikkelaar het niet hoeft te doen. Nou, Spring Data is ook weer een soort abstractielaag over databases, waardoor je helemaal niet meer queries hoeft te implementeren of zelf je entity manager hoeft aan te roepen. Maar je kunt door je methode signature op een interface kun je eigenlijk al zeggen find persons by name. En die methode zegt al van nou, ik wil alle personen zoeken op basis van hun naam. En dan heb je eigenlijk alleen nog maar een interface en dat klinkt heel gek en die roep je aan. En dan Spring doet dan uit runtime voor jou een implementatie die een query voor jou genereert. Dus dat haalt ook weer werk voor je uit de handen. Wil je meer weten? Spring.io/projects. Heel mooie pagina, heel veel verschillende projecten op. Dit vind ik ja, dingen waar nog wel echt meerwaarde in zit. Maar er zijn er nog meer. Ze zitten op allerlei gebieden. Proberen ze ja, toch een stukje ja, meerwaarde te bieden om dat Spring-project wel levend te houden. Dus bijvoorbeeld ook voor Big Data heb je een aantal oplossingen. Maar dan begrijp ik dat je dan in sommige gevallen dit nog kan combineren met Java EE? Ja. Het is eigenlijk dit plaatje wat ik heb. Je hebt inderdaad verschillende oplossingen. Ik kom er wel een beetje op gevaarlijk terrein, want Spring en Java Enterprise overlappen. Maar je zou kunnen zeggen van nou, ik wil mijn core bouwen in Java Enterprise. En het liefst gebruik je dan EEB's om je bijvoorbeeld je businesslogica te ontsluiten. En vervolgens kun je die EEB's weer gebruiken in Spring. Als je bijvoorbeeld een batch applicatie in Spring geschreven hebt. Of je doet iets met integration of met Spring Social. Dus ja, je wil iets van Facebook afhalen, maar wil je het wel in je database stoppen. Nou, dan roep je de Spring Facebook object aan. Vervolgens roep je je eigen EEB aan voor je database. En dan ga je er weer wat anders mee doen. Dus ja, dat kan. Let alleen op. Als je dat doet, en zeker als je CDI gaat gebruiken. Sowieso kan je volgens mij CDI beans niet op een makkelijke manier in Spring gebruiken. Want ze hebben geen JNDI naam, dus je kunt geen lookup doen. Dus hij is niet onder een of ander adres te vinden voor Spring. Terwijl EEB's het wel zijn, dus je hebt sowieso EEB nodig. Als je CDI en EEB en Spring door elkaar gaat gebruiken, wees dan bewust wie wat doet. Wie zorgt voor mijn transactie? Is het mijn Java Enterprise implementatie of is het mijn Spring implementatie? Wie zorgt er dat er een bepaalde instantie gemaakt wordt? Als je Java Enterprise voor een objectinstantie zorgt, kun je daar niet zomaar Spring Beans in injecten. Dus dan gebruik je add inject, maar ja, wie gaat dan de instantie verzorgen? En ja, kleine applicaties zijn er nog wel bij te houden. Grotere applicaties zul je echt heel gedisciplineerd te werk moeten gaan. En dingen echt in modules scheiden en zeggen, nou hier maak ik mijn objecten aan en daar gebruik ik ze en dat is het. Want als je dingen gaat mengen, dan kun je nog wel eens, ja, vooral met transacties, rare dingen krijgen. Nou, meer of meer een samenvatting van wat ik geroepen heb. Java Enterprise is de standaard. Ga dus uit van de standaard. Begin met de standaard. Begin niet met Spring, maar begin met de standaard. Je kunt er gebruik van maken zonder dat je libraries nodig hebt. In principe is er ook niet echt een reden om niet een volledige Java Enterprise container te gebruiken. Sommigen noemen performance. En daarom heb je bijvoorbeeld web profile en full profile. Maar als je bijvoorbeeld JBoss of Wildfly pakt, diensten die je niet gebruikt in je applicatie worden niet gestart. Dus eigenlijk heeft het feit dat dat ding een volledig container is, geen invloed op de performance. Als jij geen e-mail gebruik, niet van e-mail gebruik maakt of niet van een database gebruik maakt, dan wordt er helemaal geen logica geladen die daar iets mee te maken heeft. En op het moment dat je die toevoegt en je redeployt je applicatie, zie je ook in de log dat die bepaalde diensten wel gaat starten. Dus eigenlijk is er niet meer een reden om niet een volledige EE-applicatie te pakken. Niet een performance reden of een grote of wat dan ook. En ja, het is ook allemaal open source, dus je kunt het gewoon gratis downloaden. Gebruik dus alleen Spring als je er echt een speciale reden voor hebt. Nou, deze hebben we gehad. Ja, dit is dan de uitwerking. Hoe gebruik ik een EEB in mijn Spring-applicatie? Nou, ik heb weer een stukje XML-configuratie nodig. Daarin zeg je, en dat is een klasse die niet eens op de slide past, maar je hebt een Common Annotation Bean Prose Processor nodig. En die moet JNDI gebruiken. Nou, JNDI is een manier om op basis van een string-adres een EEB-instantie op te zoeken. Nou, die kan je vervolgens dan injecten. En dan heb je opeens een EEB in je Spring-applicatie. En dan kan het dus. Spring Batch hebben we volgens mij gehad. Het idee is dus dat je jobs maakt. En een job bestaat uit stappen. En een stap is bijvoorbeeld iets lezen, iets verwerken of iets wegschrijven. Nou, dit kan natuurlijk heel lang doorgaan afhankelijk van wat je business case is.
Maar het idee is steeds hetzelfde. Op een consistente manier definieer je batch applicaties. En dit kan dus in Java Enterprise 7 straks ook. Spring Social. Even kort, als jij integratie wil met Facebook, met Twitter, met LinkedIn, dan, of je wil bijvoorbeeld inloggen met iemand zijn Facebook ID, wat ik best wel kan voorstellen, als jij een webapplicatie met een user gedeelte hebt, dan is het misschien wel een optie om niet je eigen users bij te gaan houden, maar zeggen, ja, log maar in met je Facebook account of log maar in met je Google account. Nou, het werkt eigenlijk heel simpel. Als je de juiste configuratie hebt en de juiste jars, dus dan heb je het meeste werk al gehad, dan kan je gewoon een Facebook object injecten en vervolgens kun je zeggen van, geef me bijvoorbeeld alle vrienden op basis van een bepaald account. En dit werkt ook nog eens contextafhankelijk. Dus als je al ingelogd bent, dan heeft het Facebook account representeert de Facebook klasse representeert het account van de user die ingelogd is. Dus het werkt best wel mooi en het werkt ook best wel snel. Spring Integration. Nou ja, als je heel veel connecties te maken hebt en je hebt allemaal verschillende routes van berichten die ergens heen gestuurd moeten worden. Dit is het plaatje wat ik net zei. Je doet het dus in XML, die integratie. En vervolgens kun jij in Eclipse, of in de Spring versie van Eclipse, want ze hebben een eigen Eclipse met plugins, kun jij een plaatje laten tekenen. En het is natuurlijk wel handig als jij met de business om tafel moet en je zegt van nou, ik heb een heel mooi integratie ding gebouwd. En je laat die XML zien, ja, dan zullen ze zeggen van ga het maar tekenen. Maar je kunt dus ook een plaatje genereren waar je allerlei componentjes op hebt. Nou, en dit zijn kanalen en dit zijn componenten die iets doen. Dus in dit geval komt er een order binnen bij een café, die komt op een kanaal orders terecht. En die orders worden gesplitst, misschien wel in drank en in voedsel. En nou, die gaan vervolgens weer verder door de applicatie heen. En uiteindelijk komt er aan de andere kant iets uit. Hoe ziet dat eruit in XML? Nou ja, het is een beetje veel XML om allemaal door te lezen. Maar neem van mij aan, dit plaatje is hetzelfde als dit. En Spring Libraries snappen dit dan weer om te zorgen dat je berichten ergens vandaan komen, dat je berichten op de juiste manier verwerkt worden, dat je eisplitsingen kan maken en dat uiteindelijk berichten aan het eind weer uitkomen. Nou, samenvattend, Java Enterprise is de standaard voor het bouwen van Java Enterprise applicaties. In principe bouw je aan tegen de interfaces. Dus als je een Java Enterprise project hebt en je gebruikt Maven, dan zet je de Java EE 6 of Java EE 7 library in je Maven-pom en die zet je dan provided. En dat betekent, deze wil ik niet in mijn WAR-file hebben, maar deze zit op de applicatieserver en ik wil er alleen tegenaan programmeren. En dan kan je vervolgens de annotations gebruiken. Spring is een alternatief. Je jars moet je meenemen in je WAR-file. Java Enterprise werkt in principe out of the box. Spring heeft al dat werk nodig en zou ook gedurende je project werk nodig hebben. Maar de scope van het Spring Framework is veel breder dan de scope van het Java Enterprise Framework. En ze bieden dus ook veel meer functionaliteit en lopen daar ook echt voor. Om het samen te vatten, we gebruiken Java Enterprise tenzij. En de tenzij is dan, ik heb heel veel functionaliteit die niet in Java Enterprise zit en die wel in Spring zit. Of ik heb geen Java Enterprise server en ik moet hem toch mijn hele Tomcat gaan aankleden met allerlei Java Enterprise implementaties. Waarom zou ik het niet doen met mijn Spring implementaties? Meer informatie? Blog van Arun Gupta. Arun Gupta is een Java Enterprise guru. Misschien hebben jullie de naam wel gehoord. Op dit moment werkt hij bij Red Hat. Hij heeft een mooie blog geschreven. Daar zijn een aantal van mijn slides qua getallen. Komen daar vandaan. Een link die een instructie geeft van hoe kan ik mijn Spring applicatie migreren naar Java Enterprise. Want er zijn best wel veel Spring applicaties. Die zou je dus als ze nog lang moeten leven kunnen migreren naar Java Enterprise 6. Natuurlijk Spring Framework zelf. En zoals die Java blog verschijnen ook regelmatig artikelen gerelateerd aan Spring, gerelateerd aan Java Enterprise. En voor discussie daarover. Dat was het.